Heerenveen is natuurlijk toch waar het gebeurt voor alle schaatsers. En vorig jaar kwam ik in de commerciële ploeg terecht. En daar wordt hier getraind 3-4 keer in de week. Dus dan moet je toch op zoek naar een plekje. En via ben ik bij Anouk van der Weijden terechtgekomen. Daarmee deel ik nu dit appartementje. En dat is hartstikke leuk. Dus dan kom je in één keer in Heerenveen terecht. Lisa van der Geest komt uit een echte schaatsfamilie, waar het schaatsen met de paplepel is ingegoten. Haar broer Leander en haar zusje Luzanne rijden beide in het A-peloton. We zijn allemaal gezegend met echte dieselmotoren. En sprinten, dat heeft nooit echt in ons gezeten. En dat zal ook versterkt nog zijn door inderdaad altijd op zondag die rondjes te rijden. En daar komt toch wel die marathondrang vandaan. Gewoon echt het afzien en maar blijven gaan. En dat kunnen we allemaal en dat vinden we allemaal het leukst. Ondanks dat ze dus geboren lijkt voor de marathon, ligt haar focus de komende periode op het langebaanschaatsen. Ja, Olympische Spelen. 5 kilometer. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik hier ben. En daar train ik nu vooral voor. Eigenlijk komende 2 jaar, of komende 1,5 jaar, zit alles daar in teken van. Vorig seizoen was ik elke keer de derde Nederlander en er gaan er 2. Dus als je het zo bekijkt, dan ben je er dichtbij. De marathons zijn eigenlijk mijn middel om dan het doel te bereiken. En vooral omdat ik het heel leuk vind. En die 5 kilometer, dat is echt het doel, ja. Schaatsen is dus de grote liefde van Lisa. Ondanks de vele trainingen, het afzien en de pijn, zijn er nog genoeg momenten van genieten. Als je goed in vorm bent en je technisch gaat het allemaal lekker, dan geeft schaatsen zoveel macht. Als je echt van die echte rake klappen kan maken op het ijs. En dat is heel cliché, maar dat is toch waar ik het voor doe. En dat je dan ook in de marathons, dat je gewoon voelt van, oh, ik ben echt vandaag zo sterk, ik ben zoveel sterker dan de rest. En dat is een heerlijk gevoel en dat is waar je het voor doet eigenlijk, ik dan. Rondjes schaatsen op de overdekte banen is natuurlijk allemaal prachtig. Maar net als iedere andere schaatser verlangt Van der Geest naar de dag dat er weer gewoon op natuurijs geschaatst kan worden. Ja, dat vind ik wel echt het mooiste wat er is. Als het in Nederland gaat vriezen, dan merk je dat we echt een schaatsland zijn. Dan wordt het toch allemaal een beetje gek met z'n allen. En zeker als het toch natuurlijk te sprake komt. En daar is het afgelopen, het is natuurlijk al een hele tijd geleden, maar we zijn er een paar keer wel weer dichtbij in de buurt geweest. En dan merk je echt dat het wel gek te worden, ja.